Philip Vermoortle stond 20 jaar geleden aan de wieg van een nieuwe jonge vereniging basketbal Blankenbergen. Wat begon met heel beperkte ambities is vandaag een bloeiende sportvereniging. Philip is vooral trots op het afgelegde parcours. Oorspronkelijk was het de intentie om de jeugd van Blankenbergen te redden. De vroegere club was failliet en voor de jongeren dreigde er een groot gat te ontstaan. De ambities waren eerder beperkt, maar uiteindelijk spelen ze nu zowel met een aantal jeugdploegen als met een dames- en herenteam, allemaal op landelijk niveau. Op het einde van dit seizoen geeft Philip de fakkel door. Dit is dus een mooie afsluiter voor zijn jarenlange inzet voor de club.